De Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, CIFIS, is vanmorgen van start gegaan met een tweedaagse ILO-RAFAXUR-workshop over het minimumloon. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, gaf aan dat onze inkomensverdeling maakt dat het onderwerp minimumloon bijzonder actueel is op dit moment. Niet alleen actueel, maar ook is het een dringende noodzaak. U zult wel hebben gevolgd dus dat het onderwerp met betrekking tot minimumloon al een aantal jaren wordt besproken, al een aantal jaren op de agenda staat van zowel werkgever, werknemersorganisaties als ook de overheid. Want we hebben er als sociale partners daar alle belang bij. Ja. Waar wij naartoe willen werken, ik gaf al aan waarom minimumloon zo belangrijk is voor een aantal dingen in Suriname. Berenstein geeft aan dat de vakbeweging met deze workshop ernaar streeft om een looncultuur te ontwikkelen in Suriname. Zeker van de kant van verschillende werkgevers merken we toch wel dat men zich niet houdt aan dat minimumloon. Wil houden aan het minimumloon. En dat zorgt natuurlijk voor een heleboel problemen. Ik noemde al dat minimumloon met name noodzakelijk is voor een betere verdeling van inkomen. Ja. En als dat soort dingen niet gebeuren, dan krijg je een hele scheefheid. Voor wat betreft de overheid wilde ik dus een dringend beroep doen op dat stukje handhaving. We weten dus dat de arbeidswetgeving in de afgelopen periode op een aantal plekken is gewijzigd. Er zijn een aantal dingen bijgekomen. Er zal tijdens de workshop verder besproken worden wat er gedaan kan worden aan het minimumloon. De afsluiting vindt morgen plaats.